Yes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Druk natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog, duimpje sportje namelijk heel erg. Jullie zien de itemshop van vandaag in beeld staan. En vandaag hebben we weer heel erg veel items. Bijvoorbeeld de fishstick skin, bovenin natuurlijk nog veel en veel meer. Rechts onderin kun je de code te veel vragen te vullen. Wie dat ook heeft gedaan is Ilia van Tol. Ik heb net deze skin gekocht met jullie zak. Hey Ilia, heel erg bedankt ervoor. Een dikke shout-out naar jou. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag eigenlijk best wel veel nieuws. Groot nieuws ook, gratis items, een update, niet helemaal veel. Nog eventjes een dikke shout-out naar ZenCheesy voor het maken van de gameplay. Ja, laten we als eerst natuurlijk eventjes beginnen met hoe ver zitten we nu in dit seizoen. Nou, op dit moment zitten wij op 67%. Wat betekent dat we nu nog 35 dagen lang in dit seizoen zitten. Dus ietsje meer dan een maand hebben we nog dit seizoen. En er komen nog een paar grote updates aan, waarvan één vandaag. Ja, het gaat namelijk eventjes over de V19.30 update. Die komt namelijk vandaag in de game. Vandaag is er dus ook downtime, want dit is een grote update. Er gaat heel erg veel veranderen. Allereerst, om 10 uur in de ochtend is er downtime. Je kunt dan geen Fortnite meer spelen. Wat moet je dan doen? Nou, ik heb een goed idee. Ga eventjes naar twitch.tv/teveelgevraagd, want Dion is live en die zal alles live leaken. Dus alle leaks, alle nieuwtjes gaat hij live behandelen. Dus wil je als eerste weten wat eraan gaat komen in de nieuwe update, check dan zeker weten eventjes onze Twitch pagina. Wij heten gewoon dus te veel gevraagd op Twitch, dus check dit uit. Dan eventjes nog meer. Ik heb best wel een leuk nieuwtje. Namelijk een soort van aankondiging wat er al aan gaat komen. En dat is namelijk het game mode screen gaat weg. Ja, en je vraagt misschien af van, hey, wat is dat dan? Nou, als je Fortnite opstart, krijg je altijd een game mode scherm. Namelijk, je kunt Battle Royale selecteren, Creative en Save the World. Nou, dat schermpje gaat weg. En wanneer je nu Fortnite opstart, dan word je direct in de lobby geplaatst. En kun je rechts onderin, waar je normaal gesproken Creative Maps en zo selecteert, daar kun je straks ook Save the World selecteren. Dus dat betekent dat je veel sneller in de game kan. En ik moet zeggen, dit is echt een hele goede verbetering. Want sowieso het tapje Creative sloeg al nergens op, want Battle Royale en Creative was in principe al hetzelfde. Nou, ze hebben nu ook Save the World daaraan toegevoegd. Dus een goede verbetering, dacht ik. Zo kun je ook nooit meer misklikken. Dan, dat is niet het enige wat eraan gaat komen. Namelijk, we krijgen ook een nieuw creative device. Namelijk de Fire Volume Device, heet die. En hiermee kun je waarschijnlijk iets met vuur doen ofzo. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval kan grappig zijn voor bepaalde maps. Natuurlijk komt er nog veel meer aan. We krijgen sowieso map changes. We krijgen nieuwe skins. We krijgen bug fixes. We krijgen... ja, wat krijgen we eigenlijk nog meer? Nog veel meer. Echt. Check het zeker weten eventjes dus op Twitch nogmaals. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit topic gaat eventjes over gratis items. Je hebt hem misschien al wel gezien aan de thumbnail. Inderdaad, er zijn gratis items te unlocken. En ik heb het al een paar dagen geleden gezegd dat dit eraan ging komen. Namelijk dat we 4 gratis items kunnen unlocken. En dat is ook zo inderdaad. Namelijk, het gaat over de Fortnite, die Stone Heart Trials. Jawel, wat moet je hierbij doen? Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk. Ten eerste, je moet je volgens mij eventjes aanmelden op de site die ik in de beschrijving heb gezet. Oftewel stoneharttrials.fortnite.com. Daar moet je eventjes inloggen. En dan voor elke 2 top 10 in solo. Dus stel je wordt de eerste match 2e en de andere match wordt je 4e in solo. Dan krijg je een badge. En bij in totaal 11 badges kun je dus een ondertussen al een spray unlocken en wrap. En als laatste dus bij 11 badges krijg je gewoon een pickaxe. Maar goed, dat zijn 3 items. Je mist de 4e. Nou, hoe moet je die 4e krijgen? Nou, je moet eventjes een paar creative maps spelen die ook op die site staan. En je moet gewoon voten welke jij het beste vindt. En dan krijg je gewoon een grappige emote volgens mij. Dus gewoon een simpele emote trouwens. Dus dat zijn 4 items die je kunt unlocken gratis en voor niks. Natuurlijk niet verkeerd. Dat is niet het enige wat eraan gaat komen. Er komt ook een soort van tournament aan. Namelijk de Stoneheart Night Tournament. En dit gaat zijn op 20 februari. En over 20 februari gesproken, dat is ook het einde van wanneer je de gratis items kunt unlocken. Dus doe dat nu binnen 5 dagen. En op de laatste dag dus kun je lekker meedoen aan het tournament. En hoef je je geen zorgen meer te maken over de gratis items. Want die kun je dan niet meer unlocken. Dus je hebt nu nog 5 dagen om alles te unlocken.
unlocken. Goed, dat eventjes gezegd te hebben over de gratis items. We kunnen nog meer gratis items unlocken. Jawel, dit gaat eventjes over de Fortnite Championship Series. Want zoals jullie waarschijnlijk al weten inderdaad, bij elke Fortnite Championship Series kunnen we inderdaad gratis items unlocken. En dat zijn deze items, namelijk een backbling, een spray, een emote en een loading screen. En hoe kunnen we deze krijgen? Nou, je verwacht het misschien nog wel inderdaad. Je moet gewoon kijken op Twitch. Jawel, namelijk dit zijn gewoon van die Twitch drops. Je moet namelijk je Epic Games account linken met je Twitch account. En wanneer je dan op de officiële pagina van Fortnite kijkt, of ja, sommige streamers hebben dat ook aanstaan. Maar goed, ik zou zeggen, kijk gewoon lekker op de officiële Fortnite stream. Dan krijg je gewoon gratis items. Jawel, je moet dan voor een bepaalde periode kijken en dan krijg je dus gratis dingetjes. Natuurlijk niet verkeerd. Nou, er zijn allemaal verschillende datums wanneer dit begint. Ik bedoel, de Qualifier rondes die zijn op 17 februari, maar de finale bijvoorbeeld die is op 5 en 6 maart. Dus ja, ik zal ook eventjes een linkje achterlaten in de beschrijving met alle informatie over dit tournament. Dus dan kun je dat daar vinden en dan kun je alles chill kijken op Twitch en die gratis items unlocken. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog, daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden, straks te veel vakken gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.